allemaal, ik ben hier vandaag met Tom van Askeguy. Weer met Tom van Askeguy. Weer. Voor de tweede keer. Wat doe je nou weer? Gezellig, ja. Ik vind het gewoon leuk. Ja, nou, we gaan vandaag wat vragen voor jullie beantwoorden. We hebben gevraagd of jullie vragen over liefde, dating, relaties konden insturen via Instagram. Het leven. En dat hebben jullie gedaan. Ja. Het leven, het liefdesleven. Het liefdesleven. Ja. En er zijn heel veel vragen gekomen, dus we hebben er een paar uitgekozen en daar gaan we het over hebben. We gaan een drietal vragen, één voor één bespreken. En die drie onderwerpen zijn: ten allereerste, als je iemand nog niet zo heel goed kent, hoe zorg je met diegene in contact komt op een relaxte manier? Ja. De tweede was, en die vergeet ik steeds, dat was de tweede ook. Dat is, hoe weet je of iemand je alleen maar voor één avond wil? Oh ja, hoe weet precies, exact. Grappig dat jij dat dan die vraag hebt onthouden. Die is eigenlijk van Charlotte, komt die vraag. En vraag nummer 3 is, hoe breng je die sparkle terug in een relatie als de verliefdheidsfase, als de verliefdheid overgegaan is. Vlindertjes weggevlogen zijn. En in de liefdefase gekomen bent. De liefdefase, ja, ze zeggen wel eens, houden van is leren leven met. Het klinkt heel dramatisch. Ja, het klinkt heel dramatisch. We gaan lekker met het eerste onderwerp beginnen. Dat is namelijk, stel je vindt iemand leuk, hoe spreek je diegene op een relaxte manier aan? Ik vind het best een lastige. Wat dan? Nou, je hebt wel bijvoorbeeld met iemand, nou, weet ik nog wel, van de middelbare school. Die zat in een andere klas. Ja, hoe kom je daar dan mee in contact als je niet echt gezamenlijke vrienden hebt? Ja. Of zelfs op je werk. Ja. Of zelfs buiten het werk. Ja, hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? Ja, hoe doe jij dat? Niet. Nee, ik vind het heel lastig. Ja, want je merkt een grote drempel van wat vindt hij ervan en hoe moet ik dat dan doen, wat moet ik dan zeggen, dat soort dingen, ja. Toch? Ja. Kijk, waar het fout gaat, daar komt hij hoor. Ik ga het haar fijn uitleggen. Kijk, waar het fout gaat is, we maken in ons hoofd een big deal van om te ouwehoeren met random strangers. Kijk, jij hebt al interesse in die persoon en je hebt allemaal een mooie fantasie en gedachten geprojecteerd op hem, maar hij kent jou eigenlijk helemaal niet. Nee. Dus waar je eigenlijk naartoe wil gaan, is dat je een soort persoon, vrouw wordt, die gewoon relaxed met mensen kan ouwehoeren en dus ook gewoon relaxed een praatje kan gaan maken met die gast. En dan is die jongen op je werk en het is maandag en hij is net terug en hij is koffie aan het drinken bij de apparaat. Ja, hey yo. Hey, daar, gast, jij. Zo, aan het bijkomen van het weekend. Oh ja, nee, was leuk. Oh, wat heb je gedaan? En zo ontstaat een gesprek zich. En dan heb je in ieder geval een keer dat contact gelegd. En van daaruit kun je het rustig gaan uitbouwen. Ja, oké, daar zit dus het in. Dus waar het op neerkomt is, je maakt in je hoofd een heel big deal. Want je hebt allemaal gevoelens die je denkt te hebben voor een persoon die je eigenlijk helemaal nog niet kent. Nee. En het is veel belangrijker om relaxed dan die eerste stap te kunnen zetten. Laagdrempelig en gewoon slap ouwe hoeren en daar ook relaxed in worden. Dat kun je gewoon met iedereen overal trainen. Zodat als je die ene leuke jongen tegenkomt, dat je ook gewoon met hem kan doen. Dat je dan een master precies spreker bent. Exact. En ik ben heel erg verkouden vandaag. Als ik soms even snotter, excuses, doen we niks aan. Is dat een antwoord op jouw vraag? Maar ik denk dat heel veel mensen daar wel iets aan hebben. Oftewel, ja, maak er gewoon geen big deal van om met mensen te praten in het algemeen. Precies. En oefen dat. Oefen dat, ja. Want dan is het ook geen big deal. Ja. Nee. Gewoon laagdrempelig. Iedereen staat open om leuk te ouwehoeren. Dat is leuk. Dat is gezellig. Ja. Potverdorie. Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon doen. Ik kan zeggen tjaka, maar dat is even zo stom. Oké. Okay. Vraag 2. Oh ja. Hoe weet je of, stel je bent avondje uit of op Tinder, dat iemand je alleen maar voor een avondje wil of dat er ook meer in zit? Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen daar moeite mee hebben. Want? Hoe, ja, ik denk dat vaak krijg je daar geen hoogte van. En dan heb je het een avondje hartstikke leuk. Ja. En dan, ik denk dat het vooral vrouwen dat hebben, dan verwachten ze meer. En dan mannen dan zoiets hebben van, nee, het was even leuk en meer niet. Kijk, het gevaar voor mannen is dat je dan krijgt, the thrill of the chase is better than the catch. Over quotes gesproken. En dan goed niet van Scooter was het dan vroeger. Dat thrill, nou, maakt niet uit. Dus het probleem is als, er is aantrekkingskracht of iets. En een man, en je hebt al vrij snel seks met die man. Nog los van wat zijn oorspronkelijke intentie was, de interactie en de tijd die je samen hebt besteed was niet lang genoeg om die wederzijdse commitment en gevoelens op te wekken. Ja. Dus de vraag is niet zozeer, is hij uit op slechts één avond of meer? Het is meer van, hoe is jullie contact gelopen? Dus als je al vrij snel in een vroeg stadium bijvoorbeeld al snel seks met hem hebt of zo, heb je het eigenlijk verpest? Ja, heb je het verpest? Klinkt ook weer zo gezegd. Hij speelt daar natuurlijk ook een rol in. Maar weet je, als je een beetje kijkt naar hoe mannen vaak functioneren, is oké. Dan hebben ze die fase al bereikt. En weet je, liefde groeit in de richting waarin je het geeft. En we waarderen daar waar je moeite voor moet doen. Dat betekent niet dat je helemaal dramatisch hard to get moet gaan spelen enzovoort. Gewoon doe ook alsjeblieft gewoon normaal. En, ja, van ik ga eigenlijk niet bellen. Ik ga hem geen bericht sturen totdat hij dat doet. Precies. Nee, weet je, daar zit hem niet in. Het is natuurlijk een beetje aantrekken en afdielen. Dat is het hele spelletje. Maar wijstip. Het is echt zo. En als je dat dan... En als je...
dat dan niet doet of te snel daaraan overgeeft en te snel all the way gaat, zowel qua jouw gevoelens als qua het fysieke gedeelte, dan gaat het te snel en heeft hij niet genoeg tijd gehad om echt die commitment voor jou te voelen. En dan zul je geregeld teleurgesteld raken dat hij niet meer daarin van je verwacht. Kortom, dus doe het rustig aan. Om je kansen zoveel mogelijk te vergroten. Ja, lean back, chill. Lean back. Weet je, haal adem. En weet je, vrouwen doen het vaak niet. Kijk, met een man dus. Weet je, what do I know? Maar wat je vaak, bij mannen speelt het op een iets andere manier. Maar vrouwen doen het vaak omdat ze bang zijn hem te verliezen en kwijt te raken. Van, als ik daar niet in meega, dan vindt hij mij suf of stom of dan ben ik me kwijt. Dus je wilt vanuit een gevoel van overvloed gewoon leuk contact met hem hebben. Genieten van de interactie. En het de tijd geven. En het ook de tijd durven te geven. En dat is hoe je dan ook zijn emotionele investering in jou krijgt. Okay. Heavy stuff, mensen. Maar dat is echt hoe het werkt. Okay. En daar verkloten vrouwen het echt heel vaak mee. Dat geloof ik graag, ja. Ja. Okay. Vraag nummer 3. Dat is, jonge dames in een relatie, de verliefdheid zijn weg, vlinders waren weggevlogen, dan wel gestorven, zoals Charlotte zo mooi zei. En maak jij de vraag af, ga ik even mijn neus naar uit. Ja, nou, hoe maak je het? Is leuk. Leuk? Nee. Leuk. Nee, hoe? Ik met het gesnot op de achtergrond. Oh nee, hoe breng je de sparkle terug? Hoe breng je de sparkle terug, ja. Ja. Oké. Okay. Heb jij daar een visie op? Ik heb wel visie op. Ik bedoel, op zich is best wel herkenbaar. Ik heb een vrij lange relatie gehad. En op een gegeven moment, tuurlijk, je houdt nog steeds heel veel van elkaar. Je hebt nog steeds heel erg leuk samen. Ja. Maar het is anders. Maar ja, kijk, een relatie is toch ook hard werken eigenlijk. Je weet het goed te verkopen, ja. Nou, nee, maar het is toch zo. Dus je moet ook wel een beetje je best voor doen. En dan toch wat nieuwe dingen weer gaan doen. En dat is echt zo, voorkomen dat je niet weer op vrijdagavond op de bank zit en Voice gaat kijken. In je onesie, ja. In je onesie. Maar dat je dus gewoon denkt van, goh, kom, laten we eens even wat leuks gaan doen. Laten we de deur uitgaan. En dat zijn weer kleine dingen. Maar mijn ervaring is dat het best wel een impact heeft. Maar goed. Nee, maar het zit hem altijd in de kleine dingen. Wat je ziet met verliefdheid is een soort katalysator, turbo boost voor openheid en het uiten van gevoelens. En als je dan allebei verliefd bent, dan ben je veel opener en deel je veel meer. En door dat jezelf zo open te stellen, maak je het al heel erg intiem. Ja. En dan het gevaar bestaat. Het gevaar bestaat als die verliefdheid. Dan ga je ook snotten. Ik ga knotten, ik heb heel erg. Oh jee. Dat als die verliefdheid dan weg is, dat je niet meer die openheid hebt. En dus dat stukje intimiteit die in jullie interactie was, dat raak je dan kwijt. En dan, weet je, Ja, dus je moet jezelf gewoon meer openstellen. Je moet op een haast pijnlijke manier jezelf open blijven stellen. Okay. En daar ook in door blijven gaan. Want daar zit de intimiteit. Dat je gewoon eerlijk vertelt, eerlijk deelt. Echt openstelt naar die ander. En daar zit de sparkle in, daar zit de kwetsbaarheid in. Daar zit het mooie in eigenlijk. Oké. Okay. Is dat een beetje dramatisch of kun jij er wat mee? Is het herkenbaar? Zit ik gek te ouwehoeren? Wat vind je ervan? Nou, er zit denk ik wel wat in. Ik probeer nu even na te denken, ervaringen op te rakelen. Ja. Er zit wat in. Ja. Maar ik kan het zelf nog niet toepassen. Dus nee. Wat dat betreft, heb jij daar meer ervaring in? En, maar dat is ook voor mij, ik zit nu in een relatie, het is ook een hele grote uitdaging. Omdat je dan, inderdaad wat jij net zei, je komt iets weer in die slurm en de routine van alle dag. Ja. En je vergeet inderdaad soms om die openheid en die kwetsbaarheid en de mate waarin je eigenlijk heel erg van die ander houdt en blij met die ander bent, dat te blijven laten zien, structureel. Ja, te uiten, ja. En dat te blijven uiten. Helemaal als je samen, dan krijg je een beetje rancune. Ja, maar je hebt de vorige keer niet gestofzuigd, of je hebt de vorige keer dit niet gedaan. Ja. Dan krijg je dat domme gezeik. En dat is allemaal ruis. En het slaat per definitie nergens op, maar je doet het wel. Ja. En dat verstoort de boel. Dat verstoort de boel. Dus dat. Ja. Dus dat zijn... Openheid. Openheid en blijf... That's the magic trick. Blijf kwetsbaar. Niks aan de hand verder. Oké. Okay. Dus dat. Ja. Nou, Tom is bijna gebleven. Wat wil je zeggen? Nee, niks. Ik weet niet of jij nog wijze woorden ter afsluiting van deze video had. Ik wil je bedanken voor het uitkijken van deze video. Ik hoop niet dat je verkouden bent geworden hiervan. Ja. Vond je het een leuke video? Klik op like.
En subscribe op Charlotte's kanaal, natuurlijk sowieso. Uiteraard. Daar komt hij hoor. Als jullie meer video's van Tom willen zien en nog meer van deze wijze woorden willen horen, neem even een kijkje in de informatiebox. Daar kun je de link naar zijn kanaal vinden. Ik zal waarschijnlijk ook nog iets over zijn hoofd heen zetten. Zodat je zijn hoofd niet hoeft te zien, maar wel naar zijn kanaal kunt gaan. En alle vragen van liefde, dating, relatie beantwoord ik met heel veel liefde. Dus kom maar op, stuur maar op en ga ermee aan de slag. Vol liefde. Nou, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Oh, wacht even, deze video is nog niet klaar, want ik heb namelijk ook een video op het kanaal van Tom opgenomen. Nou, wil je die zien? Kijk dan eventjes hier ongeveer. En als je op je mobiel zit, kun je op het i'tje klikken wat nu in beeld komt. Zie ik je daar?